Lieve mensen, een heel hartelijk welkom op de bemoedigingssite. De Heer Jezus, Hij is de weg, de waarheid en het leven. En in de naam van deze Heer Jezus wil ik ook deze bemoediging weer uitspreken. Ik wil het deze keer hebben over vergeving. Vergeving, het lijkt soms alsof we met elkaar omgaan als christenen, alsof het moet. Vergeving moet. En dan nemen we Matteüs 18 er vaak bij, waarbij we weten dat de Heer een gelijkenis heeft verteld over een koning die een knecht een heleboel schuld heeft kwijtgescholden. En deze knecht komt iemand anders tegen die hem een heel klein beetje schuldig is en zegt: betaal mij deze schuld. En deze knecht kan het niet betalen en dan zet die knecht die zoveel is kwijtgescholden, die zet die andere knecht gevangen. En als de meester dat hoort, dan wordt de meester boos over dat dit gebeurt. En dan is de conclusie van de Heer Jezus in Matteüs 18 vers 35: zo zal mijn hemelse Vader met u doen als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. De misdaden van je broeder vergeven. En laat dat nou heel erg moeilijk zijn om dat te moeten doen. Laat dat nou iets zijn waar we soms zo mee worstelen. Want er is soms zoveel wat ons gebeurt. En soms is het een broeder, soms is het iets wat je meegemaakt hebt wat niet een broeder is, maar waarvan je eigenlijk ook wel hoort en weet: God, u roept mij om dit te vergeven, maar ik vind het zo moeilijk. En weet je, als wij met elkaar omgaan, en als jij iemand tegenkomt die zo met jou omgaat, die op het feit dat je zegt: ik vind het zo lastig, ik vind het zo moeilijk, ik heb er zoveel verdriet nog steeds over, het lukt me soms bijna niet, die je dan bij de keel grijpt en tegen je zegt: nou, maar in Matteüs 18 vers 35, daar heeft de Heer Jezus het heel duidelijk gezegd: als jij niet van harte je broeder vergeeft, dan loopt het mis af met je. Dan kan de hemelse Vader jou ook niet vergeven. Op dat moment, lieve broeder en zuster, wordt er precies met je gedaan wat nou eigenlijk in dat gelijkenis staat. Iemand heeft geen geduld met je, maar pakt je bij de keel en met het woord van God in de hand zet hij je gevangenis in de gevangen. En zet hij je gevangen en zegt: zo, tot je het hebt voldaan, blijf je daar zitten, want anders kan God je ook niet vergeven. En dat is nou precies niet het verhaal van Matteüs 18. Want het is niet geschreven om ons gevangen te zetten, maar om ons uit de gevangenis van onvergeeflijkheid te roepen naar de weg van Jezus waarop vergeving gevonden kan worden. En op de weg van vergeving kom je slakken tegen en hele snelle hazen. Maar snelle hazen moeten de slakken niet gevangen zetten, omdat ze langzaam zijn op de weg van vergeving. Ik weet in mijn eigen leven hoe ik jaren heb gebeden: Heer, ik wil vergeven. Werkt u met uw vergeving door in mij? Maar ik vind het lastig om te vergeven. Ik vind het moeilijk. Het doet soms nog zo pijn. Heb geduld met mij, Heer. Heb geduld met mij, Heer. En dat mag jij ook bidden. Vrees het moment, lieve broer, lieve zus, als je niet op de weg van Jezus bent, bezig te vergeven. Vrees dat moment. Als je stilstaat, als je jezelf gevangen zet, omdat je zegt: ik ga nooit en never deze man of vrouw vergeven. Maar als je als een slak bezig bent,
De Heer heeft met mij ook geduld. Is dat liedje van Ellie en Rickert, zegt dat het niet? 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld. De Heer heeft met mij ook geduld. Mag God je met deze gedachten zegenen en bemoedigen als jij worstelt met vergeving. Dat bid ik je toe in de naam van de Heer Jezus. Amen. De weg van herstel kan beginnen.